Mijn naam is Robert Wittenberg en welkom bij DuDoc. Ruim 17 jaar lang heb ik met heel veel plezier gewerkt aan het positioneren van DuDoc in Arnhem. En ik denk dat ik met recht en met trots kan vertellen dat wij zijn geworden tot de huiskamer van deze stad. Ik ben blij dat heel Arnhem elkaar hier heeft weten te vinden en elkaar nog steeds ontmoet. Van de politiek tot winkelend publiek. Van juristen van het Paleis van Justitie tot ambtenaren van de provincie Gelderland. Heel Arnhem komt hier samen. Van café en brasserie om te eten en te drinken, tot cultureel podium en politieke kaasstolp. Ik ben er trots op om dat samen met het team voor elkaar gebokst te hebben in die jaren hier in de stad. Om DuDoc met Arnhem te verbinden uit persoonlijke interesse en omdat ik geloof in samenwerken, ben ik de afgelopen 17 jaar ook actief geweest voor Ondernemerscontact Arnhem, Koninklijke Horeca Nederland, Stichting Theaterprojecten, Platform Binnenstad Arnhem en Bridge for Liberation. De afgelopen 17 jaar heb ik met veel plezier bij DuDoc in Arnhem gewerkt, maar nu krijg ik een meer centrale rol voor de DuDoc Horeca Groep. Het DuDoc DNA zit ook in mijn DNA. En volgens de Gelderlander heet ik zelfs meneer DuDoc. Ik ben de afgelopen 17 jaar met name lokaal bezig geweest. En ben er trots op en heb ongelooflijk veel zin in om ons toonaangevende horecamerk ook landelijk verder te positioneren. Ik ga me bezighouden ook in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag met de positionering van DuDoc als huiskamer van de stad, het leggen van verbindingen en het aangaan en onderhouden van culturele en zakelijke relaties. En dat blijf ik ook in Arnhem doen, met jullie allemaal en zeker ook met de Eusebius. Deze mooie sleutel heb ik gekregen van mijn team in Arnhem om verbonden te blijven met DuDoc hier. De afgelopen jaren heb ik veel ten positieve zien veranderen. De entree van de stad met Arnhem Centraal, de Eusebius uit de Steigers en deze mooie Jansbeek bij DuDoc voor de deur. Ik zou Arnhem mee willen geven. Pak door, omarm innovaties, heb ambitie en maak Arnhem nog mooier in de toekomst. Omdat die ontmoeting zo belangrijk is, hoop ik met jullie allemaal, als het weer kan, een goed glas lokaal bier te kunnen drinken. Op Arnhem!